Lynette van Dongen, de verteller van The Passion. Klopt. Ja. Heb je er zin in? Ik vind het een hele leuke uitdaging en ik heb er zeker zin in. Ja. Is het een verhaal wat je kent? Ja, duh. Ja, ik ken het verhaal omdat ik ook gereformeerd ben opgevoed. Dus ik, de kinderbijbel en alle, de verhalen zitten gewoon door mijn jeugd heen geweven. Dus dit verhaal ken ik zeker. Is er een moment in dat verhaal waarin wat jou bijzonder aanspreekt? Ik denk de eenzaamheid van de juiste keuze is iets wat me in het verhaal aanspreekt. Iedereen gaat die kant op en jij voelt dat je die kant op moet. Dat vind ik een hele mooie inspiratie. Ik vind de vriendschap en het verraad vind ik mooi als thema's om over na te denken. En ik vind de overwinning van liefde boven alles, dat vind ik gewoon mooi. Wat vind je eigenlijk van Jezus? De figuur zoals ik hem graag zie, is de figuur van de overstijging van het beperkte. De overstijging van het ego. En de woordvoerder van niet hebben, maar geven, niet nemen, maar delen. Daar kan ik heel veel mee. Maar zoals ik hem in mijn kerkelijke jeugd heb meegemaakt. Je voelt hoe voorzichtig ik probeer te formuleren. Heb ik niets. Je zei het net al, in je jeugd gereformeerd zelfs. Dat is nog een beetje stevig ook. Nou, ik zal je zeggen, een deel van mijn jeugd is er zelfs Zeeuws gereformeerd voorbijgekomen. Dus echt tuf koekie gereformeerd, begrijp je? Ja. Wat ik totaal niet mis uit mijn jeugd is het geloof van toen, waar het in vorm gegeven was, met angst, afkeuring en beperkt. Mijn moeder komt uit Zeeland, Feyenoord Heiningen, uit een gebied waarbij toen de watersnoodramp kwam, er gewoon gezegd werd, het is jullie schuld en het is een straf. Dan denk ik, daar zeg ik nu gewoon vrij duidelijk, flikker op. Daar heb ik helemaal niets mee. Mensen die kinderloosheid een straf noemden of wat? Hoezo? En heb je iets niet begrepen van waar het hele verhaal over gaat, begrijp je? Dus dat heb ik niet gemist. Ik ben wel blij dat ik een vorm van geloof in mijn opvoeding heb gehad, waardoor je open staat voor dat soort verhalen of überhaupt voor het begrip om over na te denken. En normen en waarden met de paplepel hebt ingegoten gekregen. Dus dat vind ik wel, ik ben daar wel dankbaar voor. Je komt straks van het podium af. Ja. Alles is voorbij. Ja. Je loopt naar beneden, je komt mensen tegen. Wat hoop je dat die tegen jou zeggen? Oh, als ik afkom ben ik altijd, dan wil ik onzichtbaar worden meestal. En ik hoop dat er inspiratie in hun ogen te zien is. En hoop. Want het is wel een verhaal van hoop. Zoals ik het zie. Hè? Ook al moet je daar doorheen. Als je het overwint. Dus ik hoop dat ze blij zijn. Los van opgelucht dat het goed gegaan is. Ja. Of misschien een paar mensen die zeggen, ga jij nou iets over Jezus vertellen? Dat die na afloop naar je toe komen zeggen, zo, ik vond toch wel een te gek verhaal. Ik denk, klein vooroordeeltje laten sneuvelen vind ik ook wel leuk.